Kratum is in juni het decor van maar liefst twee schutterfeesten. Op 12 juni wordt een dikke schutterfeest gehouden en een week later op 19 juni staat een bondschutterfeest van de Schuttersbond Eendracht. Maak macht op het programma. Op beide zondagen zullen meer dan 20 schutterijen acte de présence geven. Zowel op 12 als 19 juni is er een optocht die start om half twee Aansluitend zijn er op het feesttrein, op de voormalige voetbalvelden aan de sportlaan, schiet, exercitie en andere wedstrijden. Op donderdag 26 mei, op Hemelvaartsdag, vindt in Hunsel de Zevershofronde plaats. Er zijn enkele prachtige fietsroutes uitgezet voor de racefiets en de recreatieve fietser. En speciaal voor gezinnen met kinderen is een kinderroute uitgezet. Inschrijven en start van de racefietsen is van 8 tot 10 en overig van 10 tot 2 uur. Start is bij Speeltuin Zevershof Jacobusstraat 16 naast de kerk in Hunsel. Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, treedt de zanggroep Kazoo van 2 tot 4 op in het Openluchttheater Torn met een concert onder de titel Op Wereldreis met Kazoo. Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via www.openluchttheatertoren.nl. De Vincentiusvereniging in Romond organiseert op Hemelvaartsdag van 1 tot 4 een Oekraïnemarkt, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Oekraïense gemeenschap in Romond. In de marktkamer en in de winkel aan de Burgemeester Brouwerstraat 1 worden kleding, fietsen en huisraad aangeboden. Zondagmiddag 29 mei om 4 uur is er in het Nunems Café Lot... een heuse jazzsessie met de Okergroep als starter. Sinds kort timmert een nieuwe eigenaar aan de weg met een heropend Café Lot. En dit leek voor muzici Jan Berendsen en is de laatste een mooie kans... voor het opzetten van iets nieuws op jazzgebied. Onder de naam Jazz à Lot organiseren ze acht middagen... Steeds de laatste zondag van de maand met een jazzconcert met wisselende solisten. En daarna een open jam sessie. Iedereen kan eraan meedoen en zijn jazzvaardigheden aanscherpen. In juni en juli vinden er weer diverse cursusdagen plaats met als thema. valpreventie, zeker op de been. Deelnemers leren in acht weken hoe ze vallen kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als ze toch ten val komen. Tijdens de cursus is er aandacht voor houding, balans, spierkracht en conditie. Ook de mogelijke gevaren in en rondom huis worden besproken. De cursus vindt plaats bij Fusio Halen op woensdag van half 11 tot half 12. Deelname aan de cursus bedraagt 30 euro. Opgeven kan door contact op te nemen met beweegcoach Anouk via anouk.9.nl of 077. 2058-308. Na een lange pauze is het voor de jongeren van toneelgroep Het Scherm Open uit Heibloem weer eindelijk tijd om de planken op te gaan. Ditmaal met het stuk Tussen de Colissen. Het betreft drie uitvoeringen: 4 juni in La Rochelle de Rochel, 10 juni in Doc 6 te Panningen en 24 juni in de Roffert in Buggenum. Meer informatie is te vinden op de website van het Scherm Open. Gemeenkoor voor Kanten uit Neer houdt een garageverkoop op zaterdag 11 juni tussen 10 en 3 uur in de kern van Neer. De garageverkoop komt in plaats van de jaarlijkse bloemenbollenactie. De opbrengst van de verkoop is voor de deelnemers zelf. Wel betaalt elke deelnemer eenmalig 57 aan het koor ter dekking van de gemaakte kosten. Meer informatie is te vinden op de website van Vokante Neer. Op zondag 5 juni vindt voor de eerste keer de kunstexpositie Kunstig Neer plaats. We vroegen aan Peter Vennekens, een van de medeorganisatoren, wat er op deze dag gaat gebeuren. Nou. Uh, schilderessen, schilders, uh, fotografen, beeldhouwers, uh, keramisten, uh, glazeniers, die komen allemaal hier om uh, in de Hamaker om van 11 tot 4 uur uh, op die Pinksterdag hun werk te presenteren en erover te praten met bezoekers. En het is ook mogelijk dat mensen uit NEER die een leuk Kunstwerken hebben, dat meenemen en erover vertellen. De expositie vindt plaats in Gemeenschapshuis De Hamekker aan Hoofdstraat 2 in Eer. Toegang is gratis, aanvang 11 uur en de zaal is open tot 4 uur. Bij Bibliocenter Heel vindt op donderdag 9 juni van 11 tot half 1 een walk-and-talk plaats en dat is een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. De arbeidsmarkt blijft in beweging. Beroepen verdwijnen, maar er ontstaan ook telkens nieuwe kansen. En kunt u hierbij wat advies gebruiken? De toegang is gratis, maar wel even aanmelden. Meer informatie is te vinden op de website van BiblioCenter. En wilt u nog meer leuke uitgaanstips? Kijk dan op onze website of op onze Facebookpagina.